Ja. Hier staat in ieder geval, wat ik heel goed vind, is dat hiermee monumenten aan om kunnen gaan. En vooral hoe de gemeente daarbij ondersteunend kan zijn. Daar hebben we allemaal voorbeelden in dit boekje gegeven. En daar hopen we dat dat weer een bijdrage levert in het behoud. En vooral het herstel van monumenten. Absoluut. Want dit moet natuurlijk echt weer de parel van Leidschendam worden. En alle pandjes die dragen daar een belangrijk onderdeel. Nou, dat was hartstikke goed. Het was hartstikke handig. We zijn al gestart met een paar Marcella helpt jullie. Absoluut. Ja, bij dus, de aanvraag. Dus de ondersteuning is helemaal goed. Mijn naam is Marcella Buma en ik ben beleidsmedewerker cultuurhistorie bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. Ik zet me in voor onder meer het monumentenbeleid. Deze brochure is gemaakt voor eigenaren van monumenten, van rijks- en gemeentelijke monumenten. En wethouder Houtzager maakt zich heel sterk voor monumenten in deze omgeving. En zodoende kregen wij de kans om deze brochure te ontwikkelen. Hij is heel praktisch en gaat over zaken als de gevel, daken, het interieur van een monument, maar ook kleur. Allerlei verschillende praktische zaken. Hoe ga je daar nou mee om? Stel, er is iets met de gevel, dat zou je willen herstellen. Wat is er aan de hand? Hoe kun je dat bekijken? Hoe kun je dat het beste aanpakken? Hoe kom je aan je informatie? Natuurlijk is er heel veel over te vertellen, maar dit is een hele kleine aanzet en we hopen toch een hele goede om de eigenaren hierover te informeren. Monumenten zijn bijzonder, zijn speciaal. Deze gemeente heeft er heel veel en hele mooie. En we hopen die goed te bewaken met elkaar. Ik ben er helemaal blij mee. Ik vind het leuk dat jullie dat hebben gedaan. Ja. Laten we hopen dat we er allemaal op vooruit gaan. Ja. Ja, terrasje hebben we toen ook. Ja, terrasje sowieso. Hè.